Ik heet Michaela, ik ben 36 jaar, ik ben Duitse protestant en ik engageerde mij net voor mijn hele leven als toegewijde in de gemeenschap Chemin-Neuf. En ik heb de kans om jullie te vertellen over Jezus, omdat ik zonder hem hier niet zou zijn en zonder hem zou ik niet vol vreugde zijn. Toen ik 13 jaar was, zocht ik, zoals zoveel tieners, overal naar vreugde, liefde en een trouwverbond. En op een avond had ik deze overweldigende ontmoeting met Jezus Christus. Iemand heeft mij verteld over Jezus en ik voelde dat het waar was. Dat Jezus niet een idee was, een ideologie, maar dat Jezus een levende persoon was die zich aan mij voorstelde en dat hij geheel liefde was, volledig vrede, die het trouwe verbond was. En ik heb op die avond, op 13-jarige leeftijd, ja gezegd tegen Jezus en hem gezegd, maar Jezus, ik zou best willen dat hij in mijn leven komt. En sinds dat moment is hij een trouwe vriend in elke situatie van mijn leven. Op elk moment kan ik mij tot hem richten. Envers lui à chaque instant. Gedurende het Winterweekend, de 30ste, 31ste mei en 1ste juni 2009, hebben duizenden mensen uit 45 landen van de Internationale Ecumenische Fraterniteit zich verzameld in Frankrijk, in het Cénacle van Tigéry en in Parijs om de komst van de Heilige Geest te vieren. Een Pinksteren voor de eenheid. Tijdens deze gelegenheid heeft kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de Pontificale Raad voor de Eenheid onder de Christenen, in de basiliek van het Heilig Hart van Montmartre 8 priesters van de gemeenschap Chemin-Neuf gewijd. Pater Laurent Fabre, stichter en verantwoordelijke van de gemeenschap, heeft het engagement van 40 broeders en zusters van de gemeenschap ontvangen. Deze maand laat Net for God jullie de mooiste beelden, de mooiste woorden van deze internationale bijeenkomst zien. Op verschillende manieren is de geest bezig om projecten van gemeenschapsleven op te richten die allen als vertrekpunt dit soort wind van gekheid hebben. Dit Pinksteren dat in contrast staat met de geest van de wereld. Een nieuwe manier van leven. Een jour à Paris, een academicien... historien catholiek René Raymond. Op een dag in Parijs heeft een academicus, een katholieke geschiedkundige, René Raymond me gezegd. De Heer prijzen met de armen in de lucht lijkt mij niet nieuw in deze 2000 jaar geschiedenis van de kerk. Maar jullie erfenissen delen, het voorstellen van een gemeenschapsleven aan gezinnen, dat verbaast mij. En ook anderen in de kerk. M'étonne. Ça étonne encore certains dans l'église. Ik zelf, die religieus ben, met een jezuïtische vorming, heb daar veel bewondering voor. En ik kan ervan genieten om gezinnen, getrouwde mensen te zien. Maar ook dat is niet iets nieuws. Petrus was getrouwd, want er wordt gesproken over zijn schoonmoeder die Jezus heeft kunnen genezen. Dat kwam goed van pas, want schoonfamilie... La belle famille. Pierre était marié. Petrus was getrouwd. Alors, par boutade, je dis comme ça, le premier... Als grap zeg ik dan, de eerste paus was getrouwd. Et d'ailleurs, la
En trouwens, de christelijke gemeenschap, de gemeenschap van Jezus, was een rondtrekkende gemeenschap. Iemand beheerde het geld. Dat was Judas. De goederen werden gedeeld. Er waren kinderen, net zoals hier. Dus eigenlijk is wat wij beleven niet iets nieuws. Maar de Heilige Geest hernieuwt niet alleen, maar gaat verder. Want in onze tijd hebben we iets meer nodig. Want de scheiding tussen de christenen is het grootste obstakel voor evangelisatie. Dat is duidelijk. Hoe kan de wereld ons geloven als er al tussen christenen geen vrede is? Als we niet leren om samen te werken? Want wij geloven dat het gebed van Jezus voor de eenheid zal worden verhoord, opdat wij allen één zijn, zodat de wereld gelooft. Orthodoxe, protestanten, katholieken, zonder te wachten gaan wij samen de kleine weg van een dagelijks gedeeld leven. Ik houd veel van deze uitspraak. De kleine weg gaan van een dagelijks gedeeld leven. Deze uitdrukking heeft de geur van de zaligsprekingen. Een zekere frisheid. Men denkt aan de bergrede van Jezus en meer krijg ik de indruk dat er een stille revolutie plaatsvindt. Een vreedzaam protest. Une protestation pacifique. Tranquillement. Geleidelijk aan tonen wij jaar na jaar, minuut na minuut, dag na dag, dat wat ons scheidt kleiner is dan wat ons verbindt. Ce qui nous divise est plus faible que ce qui nous unit. Il faut. Wij moeten samen stand houden. Jezus heeft voor zijn dood gebeden, opdat allen één mogen zijn. Het is zijn testament, zijn wil. Wij mogen dankbaar zijn voor de impuls van de Heilige Geest. En uit deze impuls is de ecumenische beweging geboren. Het is de Heilige Geest die de werkelijke kracht is van de ecumene. Wij zelf kunnen de eenheid niet organiseren. De eenheid is een gave van de Geest. Zoals Paus Benedictus XVI verschillende keren heeft gezegd, ecumene is geen optie, het is een heilige plicht. Het is de wil van Jezus Christus. En daarom twijfelt de katholieke kerk niet om op deze weg verder te gaan. De eenheid is als een pelgrimstocht. Het is een pelgrimstocht van verrijkingen en groei. De ecumenische dialoog is niet slechts een uitwisseling van ideeën, maar ook van gaven. Maar wat kunnen we doen? Ten eerste kunnen we ervan overtuigd zijn dat de ecumene de wil van de Heer is. De ecumene is het werk van de Heilige Geest. De ecumene is ook de wil van de kerk, vooral van het Tweede Vaticaans Concilie. De ecumene is belangrijk vandaag.
Ten tweede, de ecumene is iets passioneels. Het is iets van het hart, iets van het geloof, maar ook van ecumenische vorming. Dus we moeten ecumenische teksten bestuderen, de resultaten van ecumenische dialogen kennen. En we kunnen ons verbazen over de wegen, over de door de Geest gegeven resultaten. We mogen dankbaar zijn voor de resultaten. Être reconnaissant pour les résultats. Troisième. Ten derde, de ecumene is ook iets van eerlijkheid. We moeten de moeilijkheden erkennen. Niet zomaar over de 5 eeuwen van problemen heen willen stappen. Het gaat om diep gewortelde overtuigingen. En we moeten de kerkelijke gemeenschap kennen en overtuigen. En dat vraagt geduld. Geduld, dat is niet mijn sterkste deugd. Maar ik heb geleerd om geduldig te zijn tijdens deze 10 jaar dat ik nu in Rome zit en verantwoordelijk ben voor de ecumenische bewegingen in de katholieke kerk. Ten vierde, we moeten bidden voor de eenheid. De eenheid van de kerk, dat kunnen wij niet bewerkstelligen. De ecumene is een geestelijk iets. We moeten bidden en ook lijden om deze wonden in het lichaam van Christus. En het lijden is niet alleen iets negatiefs. Het is ook een positieve kracht. We moeten vooral bidden. Ik ben zelf ervan overtuigd dat wij op een dag in onze ogen wrijven en met vreugde zullen zien dat de grenzen tussen de kerken en de confessionele barricades die tot op die dag onoverkomelijk leken, zijn verdwenen. En de eenheid waarnaar wij zo lang hebben verlangd, is als bij toverslag eindelijk realiteit geworden. Comme par enchantement est finalement devenu réalité. Een echte christen kan en mag nooit de hoop opgeven. Een hernieuwd Pinksteren is mogelijk. Est possible. Merci. In het evangelie worden de meest belangrijke dingen vaak gezegd in weinig woorden. Ook omdat jullie mij hebben gevraagd om jullie 2 woorden te zeggen, heb ik er 2 uitgekozen. En het woord dat ik jullie voor het leven, waardoor jullie je engageren, wil meegeven, dat zijn de woorden van Johannes 1, volg mij. Suis-moi. C'est avec ces mots-là.
Het is met deze woorden dat Jezus zijn leerlingen roept. Het is met deze woorden dat hij ook jullie roept. In feite is dit al de tweede handeling. Omdat jullie het heel goed weten dat hij jullie al een tijdje heeft gevolgd. De eerste die jullie volgt, is hij. En nadat hij jullie gevolgd is, zegt hij jullie nu, volg mij. Dit noemen wij de roeping. Il fait appel à vous. Er liggen keien op de weg, stenen. Stenen van elk soort. Maar weet één ding. Wat voor soort stenen zijn het? Wat is het lot van stenen? Deze stenen moeten hetzelfde lot ondergaan van de steen van de paasochtend. En de steen was weggerold om plaats te maken voor het leven. Wij bidden God dat hij jullie zijn kracht geeft, zijn geest, en dat jullie weg, op jullie weg, mensen worden die stenen wegrollen, zodat het leven ontluikt. Afin de permettre l'éclosion de la vie. Gilles Rosset. Me voici. Hier ben ik. Gabriel Roussineau. Me voici. Hier ben ik. Heidi Rubrecht. Me voici. Hier ben ik. Marc et Virginie Toulouse. Me voici. Hier ben ik. Toute ma liberté et ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai possède, tu Broeders en zusters, wat vragen jullie? De genade om me voor het leven toe te wijden aan de gemeenschap Chemin-Neuf, te midden van de internationale ecumenische fraterniteit, om ten dienste te staan van de kerk. Broeders en zusters, willen jullie, omwille van de liefde van Christus, jullie toewijden aan hem met heel jullie wezen? Ja, dat wil ik. Willen jullie heel speciaal jullie leven geven voor de eenheid onder de christenen? Ja, dat wil ik. Willen jullie afstand nemen van elk bezit en met ons het avontuur van het geloof beleven in armoede en door het delen van de goederen? Ja, dat wil ik. Willen jullie, om het goede nieuws en de eenheid van de gemeenschap te verkondigen, de constituties navolgen en in gehoorzaamheid leven aan de gemeenschap en zijn onderscheiding en aan de herder? Ja, dat wil ik. Beloven jullie aan jullie broeders en zusters trouw en vertrouwen om lid te zijn van het lichaam van Christus in hetzelfde verbond? Ja, dat beloof ik. Dankbaar en vreugdevol ontvangen wij jullie en erkennen wij jullie als broeders en zusters toegewijd voor het leven in de gemeenschap Chemin-Neuf te midden van de internationale ecumenische fraterniteit. Thank you.
Gesproken door onze broeders en zusters van de Filipijnen, Burkina Faso, Libanon en Polen. We stellen jullie voor om te bidden dat de geest van Pinksteren elk van onze landen bewaart in vrede en eenheid. Vanavond, Heer, willen wij u bidden voor het Aziatische en het Afrikaanse continent. Ik heet Sophie. Ik ben Filipijnse en ik bid voor Azië. Heavenly Father, let your Holy Spirit of truth and of peace descend and conquer every country in Asia, so that we may all together as one continent give due glory and honor to Jesus Christ, who is the Lord, Savior, and leader of all nations. Je m'appelle Yolande. Ik heet Yolande. Ik kom uit Burkina Faso en ik wil bidden voor het Afrikaanse continent. Ik vraag de Heer om zijn geest van vrede, van liefde en van troost te geven aan het Afrikaanse continent. Avec moi, de ta maman, en moi.
Vanavond, Heer, willen wij u bidden voor het Midden-Oosten en voor Europa. Et pour l'Europe. Je m'appelle Graziella. Ik heet Graziella en ik kom uit Libanon. En ik bid voor vrede in het Midden-Oosten. Ik heet Pavel en ik kom uit Polen en ik bid voor Europa. Nazywam się Paweł, jestem z Polski, modlę się za Europę. Tu seras là.